Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben aan het editen. Het is achter mijn computer. Oh, ik heb me net echt zo dood gelachen met Nessie. Nessie zou net weggaan. We hadden daarvoor even de vuilniszak even buiten gezet. Want hij moest echt met 2 minuutjes vertrekken of zo. Maar het is buiten echt zo'n rot weer. Het is echt dikke storm. Regen, gewoon echt gewoon grijs rot weer. En hij wou net naar buiten gaan om de vuilniszak te pakken. Opeens hij vliegt kapot hard weg, die vuilniszak. En alles komt eruit. Oh, dat was echt verschrikkelijk. Maar ik heb hem echt doodgelachen. Dus hij pakte die handschoen uit de badkamer. En hij heeft gewoon alles lopen oprapen. Hij was echt kletsnat, maar echt. Het ergste van allemaal was dat ik net de prullenbak van de badkamer en de wc had gelegd. In die vuilniszak. En alles kwam eruit. Dus het was echt verschrikkelijk. It was funny, maar je moest erbij zijn, denk ik. Nee, de zorg is klaar. Ik ga me even klaarmaken. Er was net zo'n guy aan de deur. Dat was voor een goed doel. En het ging om schoon drinkwater in Syrië of zo. En daar wou ik op zich wel aan meehelpen. Maar ik moest echt letterlijk best wel veel gegevens aan de deur geven. Dus ik had op een gegeven moment echt zo'n... Ja, ik begon gewoon over te twijfelen of ik het wel moest doen. Omdat ik denk van... Ik steun eigenlijk best wel veel goede doelen. En ik hoef het eigenlijk niet hardop te zeggen of wat dan ook. Maar ik moet wel zeg maar echt... Ja, ik moet het wel gewoon vertrouwen. Ik vind het altijd heel erg eng om zeg maar aan de deur zo allemaal gegevens gewoon te geven. En ik ben benieuwd of jullie dat zeg maar wel doen als iemand dus langskomt. En dan vraagt om jouw gegevens dat je dat wel geeft. Voor een goed doel, hè. Want ja. Ik ga vandaag voor een natural make-up look. Ik heb het even afgesproken, gewoon te doneren. Ik ben best wel laat wakker geworden. En mensen, ik zag laatst een reactie met een vraag welke gekleurde dagcreme ik gebruik. En dat is dus deze van Bobbi Brown. En ik gebruik hem eigenlijk gewoon om een beetje een tintje te krijgen. Trouwens, hoe het met mijn uitslag gaat. Even kijken of we het zo goed kunnen zien. Nog niet helemaal goed. Ik heb dus nog allemaal wel van die bultjes op mijn lichaam. Maar ik geef het gewoon even de tijd. Want de afgelopen week, elke keer dat ik zeg maar wakker werd, ging ik gelijk naar een spiegel lopen en gewoon kijken hoe mijn lichaam eruit zag. En dan werd ik echt zo depressief wakker. Maar ik denk van, oh mijn god, al die bultjes, gaat het wel weg? Ja, en dan ga je erover piekeren en daar heb ik geen zin in. Dus ik kijk er gewoon niet meer naar. En volgende week kijk ik wel even hoe het eruit ziet. Ik heb dus gisteren mijn kledingrekken opgeruimd. En alle nieuwe items die ik nog niet heb gedragen erbij gehangen. Dan heb ik meer een overzicht. Ook op deze rek een paar van deze nieuwe truien. Zodat ik gewoon weet wat ik allemaal heb en wat ik nog moet dragen. En ook heb ik hier een wasmand neergelegd in de slaapkamer. Dat vind ik echt heel chill. Dan kan ik daar ook gelijk gewoon kleren in doen als ze vies zijn. Plus, ik heb even alle nieuwe broeken hierop gesorteerd. Dan weet ik gewoon wat voor nieuwe broek ik allemaal nog heb. Dus ja, dan kan ik lekker alles met je. Mijn schoenen zijn nog een beetje een ellende. Want ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik had het eerst allemaal onder mijn kledingrekken. Maar daar vingen ze best wel veel stof op elke keer. En daar had ik geen zin in. Dus had ik het maar even in deze box gedaan. Maar hier heb ik weer geen overzicht. Oh. Wie is daar? Wie is daar? Ben je me in de gaten aan het houden? Wie is het? Hi lievetje. Hi poepsie poepsie. Oh, 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 oh. Haar nageltjes zijn geknipt. Zo. Doei dienaar. Kijk wat ze heeft gedaan met de gordijn. Nooit gordijnen nemen als je katten hebt. Dat ga ik dus ook echt absoluut niet doen in het volgende huis. Gordijnen nemen. Nope. Ik heb trouwens een lekkere linnen badjas aan van de... Zo, vlekken. Ik wil even wat meer blenden. Van de H&M die ik een tijdje geleden heb gescoord. En deze is echt zo chill. Vooral nu met mijn huiduitslag merk ik gewoon dat mijn huid er echt heel goed op reageert. Vandaag gaan we voor de lip liner Lostin Amalfi nummer 1. Mijn favoriet op dit moment. Het is gewoon een heel mooie nude. En als je wel een Kylie Jenner hebt gebruikt, dan lijkt deze op de lip liner Coconut. En daarom vond ik hem heel erg chill, want dan hoefde ik het niet meer te bestellen bij Kylie. Ik doe de lip liner een beetje overdreven altijd. Want ik blend het eigenlijk toch een soort van uit met mijn lipstick. Yes, de Honey Love. Dat is echt mijn favoriet.
als blush doen we gewoon deze op van Essence. De Befitting heet die en het is vegan. Het is een beetje zo'n mauve kleurtje. Hij is echt goed gepigmenteerd en ik doe blush ook op mijn neus tegenwoordig. Dit. En dan doe ik het ook boven mijn ogen. Zodat het een beetje een geheel wordt in gezicht. Ik zie nog eens een beetje vlekken van boven. Ik weet niet waarom. Dus ik probeer het uit te blenden. En dan gewoon mascara. En dan ben ik klaar met mijn make-up look vandaag. En dan doe ik even snel mijn haren. Ik weet niet of jullie trouwens heel goed kunnen zien. Maar zien jullie de schilfers in mijn wenkbrauwen? Door de PMU. Het begint echt een beetje te vervagen op, merk ik. Maar ik zie hier vooral heel veel schilfers. Zo, mijn video is ingepland. Dus daar hoef ik me daar niet druk op te maken. Ik doe de laatste dagen even alleen deze oorbellen in. Want deze zijn echt goud. En de rest is gold-plated. Zodat ik niet een reactie op ze uitlok. Dan weet ik 100% dat ik er gewoon goed tegen kan. Zo. Dan doe ik even deze zwitser. Heel los in mijn haar. Stuk. En deze geur gewoon heel lekker. Zo. Nu even kijken wat ik aan ga doen. Iets wat me geen jeuk bezorgt in ieder geval. Zo jammer, want ik heb dus allemaal nieuwe truitjes. Maar ja, dat jeukt nu echt heel erg bij mij. Dus ik wil eigenlijk iets van een sweater aandoen. En ze heeft echt altijd de beste sweaters. Ik ben dus voor deze hoodie gegaan van Champion. Ik vind deze echt zo cool. En dan doe ik er deze jogging onder. Perfecte match. Als parfum ga ik vandaag voor Coco Chanel. Spuit ik gewoon eigenlijk letterlijk alleen maar op mijn trui. Ik zit in de auto met mijn lekkere comfy outfit. Oh, ik weet niet waarom, maar ik ben echt helemaal into Chanel de laatste 2 dagen. En ik vind het zo lekker en ik blijf gewoon de hele dag mezelf ruiken. Als het echt zo'n pokkenweer is, ga ik nu even langs de McDonald's om een cappuccino te halen. In plaats van langs de Starbucks, want ik heb geen zin om uit te stappen. Echt, het weer is echt niet normaal. McDonald's. Oh, ik heb er echt zin in. Ergens in een koffertje met het weer. Zo. De cappuccino is binnen. Ik hoop niet dat ik hier spijt van ga krijgen. Maar trouwens, een confession. Misschien een beetje te veel informatie voor sommigen. Maar ik geniet de laatste tijd echt heel erg veel van om gewoon geen BH's meer te dragen. En nu vind ik het heel erg makkelijk onder dit soort truien natuurlijk. Maar ik vind het niet zo fijn, zeg maar, dat je tepels wel zichtbaar zijn. Dus dat is zeg maar de reden waarom ik het zeg maar niet zou doen onder andere kleren. Omdat ik het zelf niet zo chill vind dat je dat allemaal ziet. Maar het gevoel is wel gewoon echt heerlijk. ja, confession. Ik ben benieuwd of vrouwen kijken die dat dus niet dragen. Ik zie dat steeds vaker om me heen, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar ik ben ook echt iemand die naar tepels kijkt. Ja, sorry. Ik kijk er toch echt wel naar. Als ik dat zie, dan kijk ik gewoon. En dan, ja, het enige wat ik kan denken is dan, ik zie een tepel. Ja, ik laat staan mannen of zo. Maar ja, ieder zijn ding natuurlijk. Ik snap ook wel dat mensen dat doen, tenminste vrouwen. Want het is gewoon zo comfortabel. En het gevoel dat je dan thuis komt, dat je dan je BH uitdoet. Oh my god. Gewoon the best feeling ever. Dus ik leef gewoon in deze truien. Oké, een kleine update guys. Ik zie er een beetje gek uit. Want ik ben me aan het omkleden in de auto. Want we hebben echt gewoon last minute bedacht dat we ergens gaan eten waar het best wel netjes is. En dat mijn outfit totaal niet gepast is. En ik had echt het geluk dat ik nog een naked bestelling had gedaan. En dat die hierin zat in deze auto. Dus ik heb gewoon een jurk aangetrokken. Oh, ik ga mezelf even fixen hoor. Oh, nou, ik heb dus nu een jurk aan. Even mijn haar een beetje wat netter doen. Oh, ik ga zo stuk om zo. Nou, prachtig.
En dan gaan we gewoon naar binnen, want we kijken even naar binnen. En iedereen heeft gewoon letterlijk hier een blouseje aan. En weet ik veel. Die ober had een mooie blazer aan en zo. En ik had gewoon een champion trui. Dus dat kan echt niet. Ik moet echt wat vaker mezelf fatsoeneren voordat ik naar iemand toe ga. Guys, het is ons gelukt. We zitten hier. Als voorgerecht heb ik gekozen voor beef tataki. Het ziet er echt zo goed uit. We hebben hier dus maïsbrood met twee sausjes. Kijk, deze kat. Kijk, deze. Nee, je ziet er helemaal niks van. Dit is. Nou, mijn jurk die je niet ziet. Maar het is echt heel mooi, zo asymmetrisch. En het fijne aan deze jurk is dat die donker is. Dat je ook niet kan zien dat je geen BH eronderaan hebt. En het leuke is dat je man niet oplet terwijl je aan het praten bent. Dus hij kijkt helemaal niet raar naar wat ik zeg. Heel fijn, PlayStation. Krijg ik ook niet op mijn flikker. Dit is mijn jurkje van Naked. Kortingscode Miriam15. Hij is niet zwart, maar donkergrijs. Hij valt lekker ruim. Kijk, helemaal niet zo strak. Dit is een maatje S. Hij is asymmetrisch. Ik hou hier echt van. Ik heb hier ook een trui van, maar dan in het wit. Ook zeg maar met zo'n model. I love it. Deze meid gaat snel douchen. I look tired. Mijn kleine baby, waarom sta je zo naar mij terwijl ik aan het praten ben? Oh, zo lekker. Haar nagels even nageknipt. Mijn nagels van Lira zijn ook geknipt. Oh ja. Ik ga morgen nieuwe krakpalen voor jullie halen. Is het goed? Ik ben bij Kaan. Love you.